Er komt een klacht van de Partij van de Arbeid tegen Chris van Dijk van N-VA, die ontslag heeft genomen als voorzitter van het Vlaams parlement. Chris van Dijk kwam in opspraak toen uitlekte dat hij was tussen beiden gekomen om een dossier van een escortdame te versnellen. Van waar die klacht? Chris van Dijk heeft als parlementslid geprobeerd om een uitbetaling van het Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen te versnellen. Dat gaat heel duidelijk in tegen de deontologische code van het Vlaams parlement. En daarom zijn we aan het werken aan een klacht die we vandaag of morgen zullen indienen bij de parlementsvoorzitter. De klacht van PvdA kan wel nog niet behandeld worden. Daarvoor moet de plenaire vergadering van het nieuw verkozen Vlaams parlement eerst nog een deontologische commissie oprichten.